Hey, leuk dat je weer kijkt. We gaan vandaag een nieuwe combinatie testen. En Mario Vos die heeft weer eentje geselecteerd. Een auto en een caravan. En ik ben heel erg benieuwd waar hij vandaag mee op de proppen komt. We staan hier bij de Gouden Ham in Appeltern. Een mooie plek. Het zonnetje schijnt. Het is wel een beetje fris. Dus ik hoop dat hij een fijne caravan heeft meegenomen waarvan de verwarming het ook goed doet. Maar nu is het even wachten geblazen op Mario. Hij kan ieder moment aankomen rijden. Ik hoor wat. Ik hoor niet heel veel, maar ik hoor wel wat. Dus ik denk dat hij er aankomt. Ik zie hem aankomen. Ja, kijk eens even. Nou, niet mis. Mooi blauw. Goedemorgen. Goedemorgen, Dinka. Sorry dat ik een beetje laat ben. Nou, geen probleem. Als ik zie waar jij mee aankomt rijden, dan heb je het allemaal weer goed gemaakt. Is een bijzondere combinatie. Het is bijna een geheel Zweedse combinatie. Bijna, want de auto is een Chinees product. Maar het is van Link & Co. En dat is gevestigd in Göteborg in Zweden. Aha. De caravan komt ook uit Zweden. Dat is een Kawe. Je kent het wel. De Kawe. Dus ik zou zeggen, vertel er alles over aan de beste kijkertjes. Ja, dat gaan we zeker doen. Je ziet het, de Kawe Briljant 470 XL. Een compacte caravan voor een Kawe die toch wel bekend staat om de grote caravans. Dus ik ben benieuwd. We gaan hem bekijken. De Kawe Briljant 470 XL. Het is de kleinste caravan uit de edelstenen serie. Een instapcaravan zou ik het niet willen noemen, gezien de prijs rond de 40.000 euro. Maar het is wel een compacte caravan, dus ideaal voor kampeerders die graag rondtrekken. In allerlei klimaat ook op pad willen gaan. Want Kawe staat natuurlijk onwijs bekend om de goed geventileerde en verwarmde caravans. Die het hele jaar door, in alle seizoenen, of het nu nat is of droog, of met sneeuw enzovoort, kan je ermee op pad. Ook als je in de sneeuw wilt gaan kamperen, heb je zelfs ruimte in deze caravan om je skis op te bergen. Super handig. Ook een leuk detail die wel opvalt is dat de caravandeur rond is aan de bovenkant. En in de drempel zit zelfs een verwarming verwerkt, zodat het niet zo tocht bij de deur. Dat is ook mooi meegenomen. Dit vak zit het toiletcassette achter verstopt. En aan de achterkant zijn ook wat opvallende details. Namelijk het logo van Kawe is ook een remlicht. Dus als je achter die caravan rijdt, heb je natuurlijk zelf niet zo heel veel aan als je deze caravan bezit. Maar het is wel een leuk detail. Wat natuurlijk wel past bij kampeerders die gevoelig zijn voor design. Ook de achterlichten zitten heel hoog. Ik vroeg me nou af waarom dat zo is. En Mario die had wel een slim antwoord daarop. Want die zei ja, de meeste paaltjes die zijn niet zo hoog. Dus de kans dat je deze verlichting beschadigt door ergens tegenaan te rijden is aanzienlijk minder groot dan als ze hier zouden zitten. Want het is nogal duur om die LED-verlichting te vervangen. Ik zou zeggen laten we eventjes naar binnen gaan. Want ik heb het ondertussen wel koud gekregen. Zo, lekker knus hier en gelukkig ook lekker warm. Dus die jas die kan wel uit. En super handig bij de deur, een haakje. Dus die hang ik hier even op. Het ziet er heel huiselijk uit, moet ik wel zeggen. Ik ga gelijk even lekker zitten. Even uitproberen hoe comfortabel deze bank is. En ik kan gelijk van het uitzicht genieten. Leuke kleur ook wel, dat groen. Maakt het gelijk heel huiselijk. Ik zie hier ook lekkere neksteun in deze zitting. Kussentje, net iets ander stofje. Best wel prima vertoeven zo. En met name dat klimaat, hè, dat is waar die Kawe caravans heel erg onbekend staan. Het binnenklimaat, daar is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het lekker gemoedelijk blijft binnen.
wat voor weer het buiten ook is. Dus je kan heel goed ventileren, alle ramen kunnen open. Er is een afzuigkap boven de keuken. Maar de wanden zijn ook extra dik. En dat zie je bijvoorbeeld hier bij de ramen, dat er extra elementen zitten. Je ziet het ook achter de bank, waar je een soort ruimte hebt tussen de wand en het meubelelement. En je ziet het bijvoorbeeld bij de deur, waar je echt wel kan zien dat de wand extra dik is. En de caravan is geïsoleerd met EcoPrim. En dat is ontwikkeld in samenwerking met Rockwool. Dus daar zit een bepaalde isolatiemateriaal in, wat heel, heel sterk is. Wat ook opvalt, de speakers in de hoek. Dus deze caravan is voorzien van een radio-installatie. En de raambekleding is natuurlijk ook helemaal af. En het mooie is dat je ook nog met de verlichting allerlei kanten op kan. En dat zal ik wel even demonstreren, want dan zie je het gelijk als ik de knopjes bedien. Het zijn heel wat knopjes. Dus even vergt een klein beetje studie. Maar de icoontjes die wijzen op zich wel de weg van waar je op moet drukken om bepaalde verlichting te krijgen. Je hebt verlichting in de disselbak zelfs. Je kan de kraan aanzetten. Je hebt de vloerverwarming. Maar het ging over de verlichting. Dat wilde ik laten zien, dat je dus ook verlichting hebt zo rondom die gordijnen. En je kan hem dan ook nog eens instellen. Dus sterker en wat minder fel. Nou is dat natuurlijk lastig demonstreren als de zon zo schijnt en je dat licht mooi binnen kan vallen via de dakluiken die er zijn. Maar dan zouden we eventjes een paar uur moeten wachten tot het donker wordt buiten om het echt goed te kunnen laten zien. LED-strip zit ook naast de koelkast die je van twee kanten kan openen. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Ja, je kan het maar nodig hebben recht vanuit je bed. Een lekker drankje. Dus met de diepvries die hierboven zit, overigens precies hetzelfde verhaal. Dus dat is mooi. Nou, hier kun je ook mooi een paar flessen wijn of een andere alcoholische versnapering kwijt. En de tv-voorbereiding zit hier in het hoekje ook. Dus je kunt hier een televisie ophangen. De keuken. Ja, wat ik wel mooi vind is dat het een beetje rondloopt. En dat er eigenlijk optimaal gebruik is gemaakt van die ruimte. Dus je hebt eigenlijk verschillende bovenkastjes. En ook hieronder. Die kun je op slot doen. Dus dat tijdens het rijden doe je hem op slot. Dan krijg je hem niet open. Gaat het ook niet schuiven. Maar als je dus op de plek bent wel. En dan kun je hier heel wat kwijt. Evenals in deze lades. En die lopen ook weer een beetje rond af. Ook best wel een royale werkruimte voor zo'n compacte caravan. Echt wel een ruime keuken. Je kan de glasplaat optillen, zodat je twee pitten of één pit tot je beschikking hebt. Kan ook nog wel eens handig zijn als je wat extra werkruimte nodig hebt. En één pitje om even wat te koken. Dan kun je ze dus los van elkaar open en dicht doen. En zoals ik al zei, zit hier dan een afzuigkap. En je kan ook nog een klein raampje openzetten. Nou, de wasbak. Mooie afdekplaat erop. Die er precies op past. Nou, hier kan je echt prima een afwasje doen. Een mengkraan met warm en koud water. Dus het ontbreekt je aan weinig hier binnen. Waar het ook niet aan ontbreekt, is het nodige slaapcomfort. Want er zit hier achter in de caravan een ruim tweepersoonsbed. Met wel een iets afgeschuinde hoek, zodat je hier nog net langs kan lopen. Maar wat het extra comfortabel maakt, is die bekleding hier op de wand. Ook aan de zijkant. En daar heb je ook weer extra ventilatiemogelijkheden. Maar het allermooiste detail is dat je hier het hoofdeinde van het bed elektrisch omhoog kan laten komen. Nou, als dat niet comfortabel is. Maar moet je nu even naar het toilet? Dan kan dat ook. Want zelfs in met deze compacte afmetingen van deze caravan zit hier een toilet ondergebracht. En niet alleen dat.
Je kunt hier naar het toilet, maar je kunt hier ook even douchen. Douchegordijn hangt er nu niet, maar de haakjes zijn er wel. Dus dat moet vast en zeker kunnen. Dus ja, alles aan boord. Kastruimte ook nog. Onder de gootsteen. En hier achter de spiegel ook een stopcontact. Heel handige plek natuurlijk. Natuurlijk zeg ik, maar ik kan me zo voorstellen als je een elektrische tandenborstel meeneemt op vakantie, dat het heel handig is. En ook hier nog twee kasten. Niet heel diep, maar je kan ja prima wat shampoo, flessen en zeepjes kwijt. Handdoeken kun je hier drogen. Of misschien zelfs wel je skikleding. En dat is natuurlijk bijzonder handig. Een leuk detail wat ik nog even wil laten zien. Er zit hier aan de zijwand. Dan moet ik even voor op bed gaan zitten, dan kan ik wat beter bij. Hier zit een luikje wat je kan openen. Dan kan je nog meer ventileren. Ook hier weer heel veel verschillende verlichtingsmogelijkheden. En extra stopcontacten. Voor de veiligheid ook een rookmelder die daar hangt. En ja, de kastruimte voor je kleding. Hier bovenin kun je kleding ophangen. En hieronder komt warmte, zodat het ook kan drogen. Dat is natuurlijk wel bijzonder handig als je in de nattere jaargetijden op vakantie gaat. Hier ook nog een kast. Dat zijn meer vakjes waar je wat spullen in kan bewaren. Het is wel handig dat er een LED-strip aan de binnenkant zit, zodat je gelijk kan zien wat er in de kast ligt. En hier onderin zit de techniek opgeborgen. Behoorlijk wat techniek. Waar kabel ook onbekend staat, is de ALDE vloeistofverwarming. En die is ook in deze caravan voorzien. Nou, als je dan alles bij elkaar optelt, dan is dat behoorlijk wat. Wat er is ondergebracht op een lengte van ongeveer 560 centimeter en een breedte van 235 centimeter. Dat heeft wel een prijskaartje, al die luxe natuurlijk. Maar wil je daar nou meer over weten, lees dan het artikel in Actie Free Life Magazine. Je vindt er meer informatie over onder deze video. Tot de volgende!